Hi iedereen, ik ben Latifa van Kalyas en ik wil jullie kennis laten maken met mijn podcast, de Realness Podcast. Dit is de allereerste aflevering en ik moet zeggen dat ik ontzettend trots op mezelf ben. Deze aflevering zal gaan over onzekerheid. En daarvoor heb ik uitgenodigd Eurydice Olijveld Heel veel kijkplezier. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de Realness Podcast. <laughs> Sorry. Oh my god, wat? Het voelt zo raar. Oh my god, het is mijn eerste podcast. <laughs> Oké. Okay. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de eerste aflevering van Realness Podcast. Vandaag ben ik met Eurydice Olijveld en we gaan het hebben over onzekerheid. Dat kan op alle soorten gebieden, vlakken en alles. Dus wij gaan het nu bespreken. Hi Erdiese. Hi Latifa. Hoe gaat het met je? Goed hoor, met jou. Goed. Um, ik heb je uitgenodigd bij de Real Podcast om um, het te hebben over onzekerheid. Omdat we elkaar natuurlijk echt al heel lang kennen en we gewoon heel veel met elkaar delen. En ik vond het wel leuk om zeg maar met jou het hierover te hebben. Om um, zeg maar hier toch de nieuwe generatie en. Ook Gewoon mensen van onze leeftijd en uh, alles gewoon te laten zien: van dat het niet ook dat het niet uh, verkeerd is als je bijvoorbeeld onzeker bent en dat ze niet alleen zijn, want wij twee struggelen beide met uh, onzekerheden. Ja. Ik merk wel dat als ik onzeker ben, ga ik meestal lachen. Ik vind het heel ongemakkelijk, zeg maar. Ik heb, ik denk dat iedereen eigenlijk. Zodra iemand naar me kijkt, vindt, word ik al onzeker. Want ik weet niet wat iemand over me denkt. En ik weet niet waarom ze naar me kijken. Dus dan, weet je... Het voelt voor mij gewoon heel raar, zeg maar. Als mensen bijvoorbeeld tegen me zeggen... Oh, je bent een mooie meisje. Dan denk ik, waarom zeggen dat ik mooi ben? Ik ben helemaal niet mooi. Hoe zou zij dat zeggen, snap je? Ja, maar je bent wel een mooie meisje. <laughs> weet je ook. <laughs> ik wil gewoon dat je het weet. En um, zeg maar... Ik begrijp het. Zeg maar, als iemand naar je kijkt, dat je denkt van... Uh, je weet niet wat ze denken... Maar het is ook vooral belangrijk van jij moet gewoon van jezelf weten dat je mooi bent. En wat hun denken, dat is een stukje onzekerheid. Dat je denkt aan wat mensen denken. Ik vind van. Ik persoonlijk denk niet meer aan wat mensen denken. Snap je? Het enige wat ik niet wil is dat ze stof op mij hebben. Maar. Uh, ik ken gewoon heel veel meisjes die. zeg maar hetzelfde hebben als wat wij hebben. Want. Stel je voor, ik ben ergens en iemand lacht achter me of, of voor me. Dan ga ik gelijk denken van, is het over mij, is ja. het mij? En dan ga ik opeens een keer rij maken, en heel kinderachtig. Dus dat is gewoon een, een stukje onzekerheid. Maar uh, ja, ik vind, ik vind dat het echt eigenlijk zonde is, want ik heb momenten dat ik heel zelfverzekerd ben ja, in kook. heel veel vlakken, want ik ben niet in alles onzeker. En uh, dan denk ik gewoon van, kan ik dat ook niet zeg maar inzetten bij waar ik me minder zeker over voel. Maar het gaat toch niet in één keer... want het zit tussen je oren. En... Um, zeg maar... Ik wil, ik wil juist dat... ik weet niet, als ik gewoon ergens kom... dat ook al zeggen tien mensen iets... dat ik niet ga denken van... oh, is het zo? Ja. Snap je? Maar wat voel je precies wanneer jij onzeker bent? Help me even, alsjeblieft. Ik snap het niet. Wat voel je? Wat gaat <tie> er je om? Um, wat voor gevoel heb je? Wat wil je doen? Wat denk je? Je weet toch echt van. Gewoon die emoties die in je hoofd stromen. Van: Oké, okay, nu wil ik echt dit doen. Of kijk, je hebt mensen die bijvoorbeeld door onzekerheid zelfmoord plegen, willen plegen. Dus zulke emoties bedoel ik. Ja, nee. Normaal dan. Als ik het gevoel heb dat, weet je, dat ik echt onzeker aan het worden ben, dan wil ik echt huilen. Mm -hmm. Want. Ja, het is echt gevoel is echt ongemakkelijk, want je denkt ergens van, het is nergens voor nodig om je zo te voelen, maar toch, je weet het niet zeker en dat, dat is weer heel vervelend. Ja, klopt. Wat ik ook merk is van, als mensen onzeker zijn, dan gaat het in alles mee. In vriendschap, in relatie, in familiebanden. <laughs> Gewoon het stukje geen vertrouwen hebben in de mens. En zeg maar, dat, ik, dat kan soms wel je nekslag zijn, ja, zeg dat maar. Is, van. Ja. Misschien willen mensen vaak met je zijn of zien mensen gewoon iets moois in jou, maar omdat jij steeds tegen hun zegt van, oh nee, ik ben niet mooi. Of, oh nee, mm, vind je? Wanneer je compliment krijgt, ik ook zelf, dan accepteer ik het niet, dan zeg ik altijd iets erachter. Nee ja. hoor, dik. Of nee hoor, dit of dat. En zo kan je mensen ook van je afstoten of zeg maar, juist dat is het stukje wat ze juist raar aan je vinden en niet eens dat... Wat jij raar aan jezelf vindt. Ik kan me echt helemaal vinden in wat je zegt. Ze zien het, ze zien het niet um, zeg maar zo, zoals wij zien. Want iedereen kijkt met andere ogen. Snap je? Klopt, je hebt ja. ook mensen die bijvoorbeeld... Over hun uiterlijk heel zeker zijn. Maar over hun innerlijk niet. Zeg maar bijvoorbeeld mannen. Um, ze gaan heel raar doen wanneer ze onzeker zijn. Ze weten niet of een vrouw van ze houdt. Of weet ik veel wat. En dan vertonen ze gewoon onzeker gedrag. Ja. En... Um, dat is ook bij vrouwen. Zeg maar, als je gewoon denkt van... een, een man speelt met je... omdat je tien keer meegespeeld bent... en misschien komt de elfde... en dan is hij gewoon... je weet toch... Um, gewoon real ja, met je. Maar je duwt hem van je maar af. Maar jij duwt hem van je af. Ja. Zeg maar. Dat is wat onzekerheid wel vooral met mensen kan doen. Ook op je werk. Um, gewoon waar je ook bent. Zeg maar. Als je niet stabiel op je benen staat... of confident... gewoon... Echt gewoon zelfverzekerd ergens staat, dan kan je nooit het uiterste van jezelf naar buiten halen of echt mensen laten zien van: Hey, ik ben een goede werknemer of Hey, ik ben goed in wat ik doe. Ja. Zeg maar, als jij niet in jezelf gelooft, dan gaat niemand in jou geloven en dat is het belangrijkste. Als jij erin gelooft, dan kan je er komen. Zeg maar, ja, en nee, ik klop, maar bij mij is het echt weer heel raar. Want als ik bijvoorbeeld werk, ik weet gewoon, ik ben echt goed en ik doe mijn werk echt goed, maar zodra het dan weer op mij is, gewoon alleen. Dan komt het zeg maar van, bijvoorbeeld iemand zegt: Oh, je hebt het goed gedaan. Dan vraag ik toch echt waar. Terwijl ik weet dat ik het goed heb gedaan. Maar dan toch dat gevoel van: Hmm, is die, meen diegene het nou? Of wil diegene eigenlijk gewoon kiek op me breken? Zo komt alles bij mij naar binnen. Ja, ik begrijp dat. En zeg maar, ik denk niet dat, dat iemand, zeg maar, als je het niet goed deed, dan zou je ontslagen worden. Dus dat zijn logische kleine dingetjes die je al voor jezelf moet neerleggen. Hé, hey, wacht even. Ik blijf hier werken. En ik krijg complimentjes. Ja. Dus ik doe het echt goed. Snap je? Dus ook bijvoorbeeld als een man tegen mij zei vroeger van... Je bent echt mooi. Zei ik echt niet. Ik ben echt lelijk. Je weet toch? En dan ja. dacht ik van... Als je zo lelijk was. Later toen ik weer zeker werd. Als je zo lelijk was, dan zou hij niet met je blijven. En um, gewoon soms als ik mensen hun haren deed. Van hé, hey, vind je het wel echt mooi? Echt waar? Echt waar? Echt waar? Ja, echt waar? bij mij. Echt lang doorgaan. Maar ik dacht van, dan gaat diegene toch niet terug blijven komen als diegene het niet goed vindt. En zo was ik een beetje logischer gaan denken. En ben ik weer zekerder geworden. Want kijk, ik vind mezelf echt mooi. Snap je? Ik, heb wel, ik, ik haat me voor of misschien wel. Maar je weet toch. Dat is niet iets waar ik over onzeker ben. En ik weet ook dat ik een mooi mens van binnen ben. Ja. Maar ik ben niet perfect. En dat zijn, zeg maar, stukjes die ik, zeg maar. Um, gewoon die stukjes ben ik niet zeker over en dat zijn wel soms grote factoren waardoor ik dan mezelf belemmer en niet zelfverzekerd over kan komen. En mensen houden meer van zelfverzekerdheid dat je er gewoon staat zoals je staat. En ik doe wel vaak stoer. Jij gaat lachen, ik ga stoer doen als ik onzeker ben. Ja. Doe ik echt kattig hè? En ik wil later denk ik van waarom heb ik zo gedaan? Misschien is het je eigen onzekerheid en dachten mensen het niet. Vaak kan het wel zo zijn dat je heb gezien wat je zag. Als iemand wenkt of wat dan ook. Maar ja. je weet daar alsnog niet wat ze wenkt. Ja. Misschien wenkte ze gewoon van... hé, hey, kijk hoe goed ze doet. Maar jij zag het als van... hé, hey, kijk hoe slecht ja. ze doet. Je weet toch? En dat heb ik dus een beetje. Heb jij nog iets toe ja, te voegen ja, voor ja, oh, sorry. jezelf? Ja, ik merk nu wel... nu ik zeg maar ben begonnen met vloggen... Uh, mensen die... weet je, ze kijken niet zomaar naar je. Ze kijken naar je omdat je een leuk mens... of nou ja, ze vinden me een leuk mens. Positieve energie en... Ze blijven het ook echt zeggen. En dat geeft me, zeg maar, weer dat extra beetje kracht. Dat ik denk: van misschien is het toch niet zo erg. En ja, ik vind mezelf nu ook weer een klein beetje mooier. Elke dag een klein beetje maar. Maar ik denk wel: ik kom, ik kom er wel. Weet je, uiteindelijk. Ze. Wanneer je van jezelf gaat houden, dan kom je er vanzelf wel. En dat is nu wat ik echt een beetje probeer. Ik zeg het wel, maar ik moet het ook nog echt voelen dat ik het heb. Van oké, okay, ik hou van mezelf. Dus het gaat allemaal goed komen. Nice. En het is echt mooi om te horen. Ik zie je ook echt groeien als persoon. Op eigen kracht. Je weet toch? En ik vind het gewoon echt mooi om te zien. Um, ik, wil het, ik wil je sowieso ook um, zeggen van. Ook al zegt iemand je van. Nee, het is niet goed. Er zijn honderd mensen die wel ja. zeggen dat het goed is. En die ene persoon is gewoon niet in zijn kracht. Want dat is de enige persoon die het niet goed vindt. Klopt. Dus doei. En niet Snap iedereen je? is het altijd eens met elkaar, hè? Ja, wat Ik jij niet goed vindt, vindt de ander wel goed. goed. En wat die ander goed vindt, vind jij niet goed. Maar aan het einde van de dag gaat het om wat jij vindt en wat jij voelt. Ja, klopt. Ja. We hadden het net over onzekerheden en waarom je onzeker kan worden... en wat je voelt op dat moment... En ik wil het dus ook hebben, over man... ik wil het ook hebben over mannen. Mannen hebben ook erge onzekerheden en zetten het om in iets anders. Zeg maar, um, stel je voor uh, als een man onzeker is, dan heeft hij bij wijze van spreken heel veel vrouwen. Of is heel teruggetrokken, of wordt heel snel boos omdat hij denkt dat je iets anders doet, net als vrouwen dat hebben. Maar um, ik denk dat we zeg maar, het minder zwaar laten wegen omdat het een man is. Net als hoe ze zeggen, vrouwen kunnen niet voetballen, vinden wij dat mannen altijd sterk moeten zijn. Maar ik denk dat iedereen gewoon gelijk moet zijn en gewoon moet kunnen voelen hoe ze zich voelen zonder zich ervoor te schamen. Dus uh, heel veel mannen hebben gebrek aan communicatie omdat ze gewoon zich zwak voelen als ze zich uiten. Dat is hoe ik het zie. Ik heb niet echt mijn research ervoor gedaan, dus excuse me if I'm wrong. Maar je weet toch, dat is gewoon hoe ik... Ik plaats me altijd in een ander. En uh, ik vind veel gedrag in mannen wel herkenbaar. Maar omdat ze het een beetje stoerder doen, omdat ze natuurlijk hun mannetje moeten staan... kijken veel mensen daar niet doorheen. Ik wil sowieso tips geven aan de vrouwen. De harde vrouwen. Je weet toch, ik ben er ook één van. Maar uh, wees ook een beetje zacht voor je man en uh, bear with him. Him, sorry. Um, heb geduld met hem. Um, coach hem. Stel hem vragen. Ook aan raakt hij geïrriteerd. Probeer het steeds weer. Want uit mannen moet je het helaas trekken. Omdat ze toch meer ego hebben. Eh, ego is de grootste vijand. Dat kan ik jullie wel vertellen. Wat vind jij ervan? Ja, helemaal gelijk. Probeer ook naar je man te luisteren. Soms hè, niet altijd. <laughs> ja. Wel, wel gewoon, zeg maar, als hij praat luisteren, maar niet als hij ja. commando of zo, ja, zo. soms kan je Soms kan je hem wel even man laten voelen door die commando aan te nemen. <laughs> maar echt, het is goed om te luisteren naar elkaar. Want vaak zijn we altijd op praten, praten, praten en naar elkaar schreeuwen. Ah. <laughs> vaak zijn we alleen maar op uh, praten, praten en naar elkaar schreeuwen. Maar als jij schreeuwt en ik schreeuw... Is het geschrokken naar elkaar? En ja. hoor je niet eens meer Wordt wat je zegt. Je bent alleen bezig met gehoord worden. En zeg maar, soms als je met je man praat en een goede band met hem krijgt. dan kom je ook echt achter dingen. Want dan gaat hij je vertellen over vroeger, wat hij heeft meegemaakt. En zo kom je ook achter zijn onzekerheden. Ja. Maar veel mensen willen alleen maar dat hun man sterk is. Hun man hen beschermt. En uh, het gaat nu niet om een relatie. Het gaat erom dat je dicht tot een man moet groeien. zodat hij zich open kan stellen. En toch net iets dichter dan ons. Bij vrouwen is het echt van... oh my god, hij is mooi, hij is dit, hij is dat. En het is, maar mannen hebben echt een beetje veel meer nodig... om zeg maar, zich open te stellen naar een vrouw. Snap je? Ja. En daarom zijn ze ook sneller klaar... en vergeven ze nooit meer... Uh, als ze je een tweede kans bijvoorbeeld moeten geven. Het komt heel zelden voor dat man een tweede, tweede kans, kans geeft. Want ja. dat is een stukje onzekerheid van... Hij gaat het niet meer aankunnen om je te vertrouwen. Of hij gaat het niet meer aankunnen om te denken dat het niet zo is. Dat je het niet nog een keer gaat doen. Wat je ook gedaan hebt. Ja. Je weet toch? En uh, dat is echt super belangrijk. Gewoon van: ja. Zorg ervoor dat je close naar elkaar groeit. En. Zorg ervoor dat je in hem kan komen. Van: oké, okay, talk to me baby. Wat is ja. er? Ik weet dat je niet van praten houdt. Probeer maar het. Probeer het gewoon. Want. Je weet toch, als je in een relatie gaat en jullie zijn allebei onzeker... gaat het sowieso kapot gaan als je niet eraan werkt. Snap je? Veel mensen van tegenwoordig zijn echt zo van... Ja, doei. En, dat, en als je je moeite voor die keel doet, dan ben je stalker. Wel, arme stalker. <laughs> ik ga je niet yeah. meer teruglaten. Ik heb yeah. toch niet mijn tijd uh, in je gestoken om met niks te eindigen. Dus ik ga tot het uiterste. Als ik echt zie van... Oké, okay, nee. Het gaat niet meer. Dan pas zou ik het loslaten. Maar mensen maken snel los deze dagen. Van oké, okay, doei. En dan... Later kwam je erachter als misschien iemand zijn verhaal of haar verhaal naar buiten doet: van oh, dat was het. En dan heb je spijt. Omdat mensen doen geen moeite meer voor elkaar. Vriendschappen niet, families niet, relaties niet. En het zijn ook echt trauma's van vroeger, weet je. Van, kijk, we, we, onze voorouders, onze ouders, uh, hun ouders waren slaven. En zeg maar, de manier waarop hun vroeger behandeld zijn, is um, toch wel doorgegeven aan onze ouders. En daar zit ook trauma bij, snap je? En um, door trauma ben je ook heel onzeker, omdat vroeger moesten ze echt luisteren. Ook onze ouders, als hun ouders zeiden van, hey, spring, moesten ze vragen hoe hoog. Maar wij zijn in een land geboren waar je toch wel je mening mag geven. Yeah. En dan noemen ze ons snelle brutaal. En dat maakt onze ouders ook weer onzeker van, hey, doe ik het wel goed? Snap je? En daar komt er veel botsing in, maar... Zeg maar, veel mensen willen de nu, het nu niet accepteren. Ze willen blijven haken in vroeger, bijvoorbeeld. Maar ja, dat is een ander onderwerp. Maar het heeft er wel toch wel, hoe, hoe ik het zie, veel mee te maken. Oké, okay, we hebben het over onzekerheden, maar heb jij eigenlijk een situatie meegemaakt waar jij onzeker over bent geweest? Uh, ja heel veel situaties maar het ergste was dat ik zeg maar van het podium af ging rennen Heftig. <laughs> bij een show dat ik niet meer durfde mm -hmm. en dat was om een stukje wat denken mensen zeg maar um, ja ik had gewoon een management ik had een label en toen ik bij een label ging toen ik bij een management ging had ik het anders voor ogen dan het Zeg maar ging. Ja. Ze deden hun best. Ze deden veel goed. Je weet toch. Maar uh, op een gegeven moment wilde ik zeg maar liedjes naar buiten. En het kwam maar niet. En wat gebeurde? Mijn oude album werd steeds ouder en ouder en ouder. En bij mijn shows. Ze deden nog mee. Je weet toch? Voor andere mensen is dat veel. Maar ik weet wat ik gewend ben te zien wanneer mm -hmm. ik pull op. Zelfde krekel daar in een hoek schroot. Mm -hmm. <laughs> krik, krik! Het ja, ja. was gewoon van, van elke. Je weet toch, je, weet, je, je kon gewoon niks meer horen, niks stond stil, niks kon je meer. En op een gegeven moment zag je toch wel dat mensen ertussen stiller werden. En stiller, volgende show, stiller, stiller. Omdat die liedjes ouder werden. Ik geef steeds aan, ik wil mijn liedjes naar buiten, ik wil mijn liedjes naar buiten. Het wordt me niet gebracht. Elke keer wanneer ik naar buiten kom, waren mijn liedjes al 1 à 2 jaar oud. Als, het niet goed, als ik het niet fout heb, is het drie zelf soms. En veel mensen zien het dan alsof ik niet groei. Snap je? Ja. Dus elke keer als ik naar buiten kom, ben ik alweer op een andere level. Maar ze zien me nooit op mijn echte level. Dus um, op een gegeven moment. Ja, ik kreeg shows, ik kreeg shows, ik bleef weg bij shows... omdat ik me schaamde door onzekerheid. Allemaal smoesjes verzinnen. Ik was in slaap gevallen. Dit, dat. Ik durfde fucking niet. Maar iedereen kent Latif als een stoere meid. Een mm -hmm. meid die ja. altijd sterk, sterk moet zijn. Oh. Ik durfde echt helemaal niet. Maar iedereen ziet me altijd als een stoere meid. Latif is altijd sterk. Dus hoe zeg je dan zoiets van... ik durf niet meer naar shows te gaan, weet je? En ik wou gewoon... Ik wil, ik wil echt graag naar shows gaan, maar als ik me klaar heb gemaakt, ik uit huis ga. Want dat was altijd het geval. Was ik gewoon van nee, ik ga niet meer. Ja. Snap je? Soms die train, Safi, Injo. Rest in peace, Injo. Hun gingen echt gewoon blijven aanbellen, blijven bellen. Gewoon van Latifa door mijn brievenbus van hé, hey, begint te komen en zo. Je weet toch? Ik deed gewoon of ik sliep. Soms ging ik naar buiten, maar soms echt niet. Als ik gewoon echt niet durfde. En. Toen ben ik gewoon een keer toch gegaan. Helemaal naar België gereden. En ik ging naar het podium. Maar er was één ding misgegaan. De DJ had een verkeerde USB-stick bij zich. Dus ik moest gaan soort playbacken, Dus ja. helemaal rappen, luid. Ja. Zeg maar, terwijl het al luid was. Mm -hmm. dus meestal heb ik het ietsje zachter. En ik liep gewoon weg van die podium. Want ik durfde al niet dat ik dacht van, oh, die mensen gaan mijn liedjes weer oud vinden. En dan was die USB-stick niet goed. Dus het kleine dingetje. Ik zeg gewoon van: nee, die DJ heeft de verkeerde USB-stick bij. Zeg, ik ga naar huis, ik geef u geld terug. Ik heb bijna 50.000 euro laten gaan aan shows. Niet opdagen, niet cancelen. Dat is waar, motherfucking broke today. <laughs> <laughs> ja, we gaan gewoon eerlijk zijn. Yeah. Je weet toch, ik heb het niet. Ik heb het gewoon echt niet. En ja, en uh, zeg maar, onzekerheid kan je ook belemmeren tot. Dat je uiterste gaan, Waar ook. Op je werk. In, maakt niet uit waar. In je relatie, vriendschap, wat ik net al zei. Het was gewoon echt zo verschut Overal waar ik kom. Zelf als ik in de winkel ga, mensen vragen foto. Laat die van mag ik foto. Nee. Helemaal gemeen. Terwijl, ik ben gewoon onzeker. Gewoon van, ze willen gewoon foto me, maar met ze gewoon mensen willen wijzen, mm -hmm. verschut. zet. Zo erg was het geworden, weet je. En op een gegeven moment, ja, ik heb het al zo vaak gezegd, maar. Ontstond er ook echt depressie en zo? Ik kreeg een burn-out. En toen ik opstond, kwam ik er wel zeker eruit. Maar ik merkte toch dat ik shows nog steeds niet durf. Ik denk dat nadat mijn album is gekomen. eind deze maand, begin volgende maand. en het misschien aanslaat. want ik ga even hard moeten werken. ik ben langer uit ja, geweest. Um, dat ik dan wel weer ga durven. Snap je Gova? Oh ja, nieuwe liedjes. Misschien zijn er weer een paar hype liedjes tussen wat mensen wel mee gaan zingen. Want dat is wel belangrijk. Ik denk niet aan wat mensen denken. Maar je kan niet zeggen: ik maak muziek niet voor mensen. Je maakt het yeah. voor mensen. Je wil dat mensen het streamen. We zorgen je geld en zo, weet je. En ik heb wel gewoon nog streams. Maar niet zoals ik eerst pakte. Nu heb ik gewoon soms 1 miljoen, soms 2 miljoen streams per maand. Maar als ik een nieuw liedje uitbreng, dan. Het hoogste wat het kan behalen is misschien miljoen, 1,5 miljoen. En dat is het ook maar een FT, snap je? Ja. Maar zelf heb ik lang geen miljoen behaald. Dus als ik dat weer even kan aanraken, zou ik echt blij zijn. Snap je? Dat komt sowieso goed. En weet je, media is ook echt een, een, een stukje wat je onzeker kan maken. Want, zeg maar, hun kunnen programmeren wat hun willen dat de mens ziet. Hun programmeren voor bepaalde doelgroepen. Dus als mensen jou wegcijferen de hele dag, dan word je ook niet gezien. En dat is in alles, zeg maar. Hun bepalen wie lid is. Hun bepalen wie ze pushen. En dat gaat, gaat de nieuwe generatie geloven. Dus ik heb nu geen gunfactor of iets of wat dan ook. Want ik ben niet lid genoeg voor hun. Snap je? Maar in mijn hart... En hoe ik er sta, voel ik mij wel lid. Want ik mm -hmm. weet dat ik harder dan genoeg mensen ben. Maar helaas bepaalt media. Omdat mensen dat geloven. Wie er lid is. Maar ik weet wat, wat goed is. Wanneer we in real life zijn. Dan weten we gewoon dat ik gewoon. Ja. We, ik haal je weg. <laughs> Snap je? <laughs> maar ja, helaas is. Tel dat voor nu niet. Maar daarom heb ik ervoor gekozen om zeg maar. Uit de game te stappen. Mm -hmm. Wie met me fok, fok met me wie niet met me, fuck, fuck niet met me. Maar ik ga gewoon doen wat ik leuk vind. En mijn echte mensen, mijn echte fans, mijn trouwe fans, die kijken wel. En dat is die twee, drie ton. En daar ben ik tevreden mee. Want ik heb liever drie ton echte dan tien miljoen um, neppen. Snap je? En natuurlijk wil ik een miljoen halen of weet ik veel wat. Gewoon om me trots te voelen. Maar niet dat ik me. Dat ik het voor mensen wil of zo. Snap je? Dat is wel een stukje dat ik niet voor mensen wil. Er zijn ook nog eigen gevoelens die ik heb, van hé, hey, voor mezelf. Je weet toch dat je je satisfied voelt en zo. Maar ik word wel steeds weer meer mezelf. Ik lach gewoon veel. Ik, ik heb lang niet gehuild hoor. Soms huil ik wel even gewoon als ik misschien even, hé hey, toch? Als iets me even te veel is geworden of zo. Maar over het algemeen, hé, hey, vroeger reden dan huilen samen. Ja, nee, nee, samen echt. Nee hoor, ik heb dat niet meer. Niet de hele dag. Dus dat gewoon. Ik sprak veel. Wat zeg je dat? Ik sprak echt veel. Ik voel het. Kijk maar. Me... Helemaal verzuurd. Oké. Okay. Ja. Heb jij ondertussen al gedacht aan een hey. situatie? Ik heb zo naar je geluisterd. Ik Wat was er helemaal in dat ik het helemaal vergeten was. Okay. Maar ja, bij mij is mijn onzekerheid gewoon me meer, wel meer bij mezelf. Gewoon hoe ik eruit zie. Als ik me bijvoorbeeld vandaag mooi voel en iemand zegt gewoon tegen me van... Hé, hey, dat aan je is echt niet mooi. Dat zeg ik, ik lach, maar van binnen ga ik helemaal kapot. En nee, je eigenlijk... moet niet lachen. Je moet ze die energie gelijk teruggeven. Ja, maar ik kan, ik kan het niet, want je, je kent me. Ik ga meteen huilen. Ik ben meteen een baby. En dan kijk ik en dan denk ik, ben ik echt... Is, het, is, het, is er echt zoveel mis met me? Wa waarom word ik niet mooi gevonden zulke dingen bij mij is het echt ja gewoon mezelf veel van mezelf ik kijk in de spiegel of ik keek in de spiegel en ik dacht gewoon van waarom ben ik niet zo mooi als andere mensen of ik keek in de spiegel en ik dacht hoezo heb ik zoveel puistjes oké okay, stop stoppen hmm? stoppen ik ga niet meer praten ik moet al huilen. ik voel het in mijn keel je mag het gewoon eruit gooien hoor zeg maar alles wat je zegt ook al hel je bijvoorbeeld er zijn meisjes thuis die dat ook denken. Mm -hmm. Laat ze gewoon weten dat ze niet alleen zijn en dat ze zich zo voelen. En ondertussen kan je gewoon werken aan dat, je weet toch, zeg maar, we kunnen gewoon voor, voor je vlog bijvoorbeeld even linken erin. En dan kunnen ze gewoon altijd naar je kijken en dan kan je ze gewoon met ze praten over de onzekerheid in je vlog en zo. Dat ze, dat ze altijd iemand hebben zeg maar, waar ze even naar moeten kijken. Van hé. Hey, ik ben niet alleen. Het is niet per se dat het goed is. Maar veel mensen voelen zich alleen omdat ze... Zoals jij. Jij denkt, waarom ben ik niet zo mooi als anderen? Hm? Anderen denken, waarom ben ik niet zo mooi als jou? Maar omdat iedereen vindt iets anders mooi. Snap je? Zeg maar... Soms denk ik ook van, ik wil jouw huidskleur. Ik wil echt jouw huidskleur, die ze. Ik wil niet deze huidskleur. Ik kan, het is vervelend, hè. Die kan je met alles combineren, gewoon. Zeg maar... Je weet toch, je weet, ik hou van mode... Dit is gewoon de kleur. Dit, dit, is, dit is het. Kijk je ogen zo mooi. Alles. Baby Geen Geef me <laughs> Even serieus. Like. Het maakt niet uit wat anderen vinden. Zeg maar. Als je naar je zoon kijkt. Vind je hem niet mooi? Ik vind hem super mooi. En op wie lijkt hij? Ja een beetje op mij. Hij heeft veel van jou. Mm -hmm. Snap je? Hij lijkt ook op zijn vader. vader. Maar hij heeft ook van jou. Hij heeft jouw ogen vooral ook. Van die broer, mm -hmm. maar je weet toch, het is gewoon. Je moet gewoon kijken naar. Je vindt je moeder mooi, je vindt je tante mooi. Je hebt twee druppels water met ze. Waarom zie je dat je mooi bent? En zo is het gewoon, weet je. En uh, ja, als wil je iets tegen die meisjes thuis zeggen? Zeg maar. Een, 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 kijk, ik weet dat je denkt van, hoe kan ik iemand advies geven? Maar voor de ander weet je het wel, omdat je ja. het van de verte ziet. Maar als je zelfreflectie moet doen, dan ben je te dicht bij jezelf om te kunnen kijken naar jezelf. Daarom, je kijkt niet in de spiegel. Zorg ervoor dat je in de spiegel blijft kijken. En blijf aan jezelf vertellen. Ik ben mooi. Ik ben krachtig. En al zou ik niet mooi van buiten zijn. Ik ben mooi van binnen. Want je ja. bent super mooi van binnen. Schoonheid komt van binnen uit. Je bent grappig. En je hebt gewoon heel veel dingen dat positief zijn. En mensen willen gewoon graag met je zijn. Maar als je dan lelijk gaat doen door te zeggen dat je lelijk bent. Of door uh, te huilen. Of, uh, dan gaan mensen denken: van oké, okay, wacht even, ik word dit zat. Ik <laughs> ja, nee, nee, ik ken niet, het maar, ja, maar. Omdat ik, ken ik het, heb ja. dat. Je weet toch, als ik zo doe. En, en, en dat is wat ik probeer te zeggen: van, Jij kiest jouw eigen schoonheid. Dat doet niet jouw uiterlijk. Zeg maar, schoonheid komt diep, diep, diep van binnen. En je weet dat je diep, diep van binnen gewoon alleen maar. goede intenties hebt voor het leven. Mm -hmm. Natuurlijk heeft iedereen wel. Hier en daar wat dingen die niet oké okay zijn. Maar daar kan je gewoon aan werken. Het is nog niet het einde van, het, van je leven of zo. Of de, de, dat je niet kan groeien als persoon. Snap je? Er zijn genoeg tools, er zijn genoeg mogelijkheden. waar jij aan jezelf kan werken, zeg maar. Maar je moet het wel echt willen. Dat is sowieso wat ik mee wil geven aan die meisjes thuis. Ik weet niet wat jij mee zou willen geven. Nou, ik zeg het sowieso dagelijks tegen die meisjes met wie ik praat. Iedereen is mooi. Iedereen heeft zijn eigen. Nee, ik, ik, jeetje, ik... ik snap wat je bedoelt. Mm -hmm. Je vindt. Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Ja. Ook al voel je je niet fijn. Ook al fijn. voel je ja, niet lekker in je vel. Ja. En weet je wat het raar? is? Ik kan het zeg maar tegen anderen zeggen. Ik leer ook mijn zoontje elke dag dat hij voor het slapen zegt hij ik ben mooi, ik ben slim en ik kan alles worden wat ik wil omdat ik weet, ik heb dat niet. Ik denk daar nog niet echt zo over. Dus ik wil dat hij juist alles doet waar ik denk, dacht van, hé, hey, nee, wacht even, dat heb ik, of dat had ik niet. Weet je, ik had, ik had ook dat iemand elke dag tegen me zei, nee, je bent mooi, je bent slim en zo, weet je. Kijk, altijd als ik met jou sprak, jij ja, gaf me echt die op-pep-talk, weet je. Huilen en dan weer lachen. En ja, je neemt het wel, ik, neem, ik zeg je altijd, ik neem alles mee wat je tegen me zegt. Ik hou alles in mijn hoofd. En ja, nu dat ik. Ik zeg niet dat ik echt groei, maar. Je groeit? Oké, okay, nu dat ik groei. Ik probeer echt alles mee te nemen. Ik probeer het echt elke dag te zeggen. Maar het lijkt alsof zodra één iemand iets tegen me zegt, dat alles weer weg is. Dat het gewoon meteen weer. Oh, wacht even, toch niet? Is dat misschien die iemand die niet wil dat je groeit? Kan dat? Dat iemand ziet dat je vooruit gaat en dat diegene je weer. Terug naar achter wil brengen. Zulke mensen moet je loslaten. Ja. Of weet je, ik zeg van hé, hey, nee, echt lekker. En dan lacht diegene me uit. Met je zoeken. Hé, hey, luister dan. Kattigheid komt nu naar boven van me. Als mensen uitlachen. Je moet gelijk die energie teruggeven. Oh, ja. Geef die energie terug. Wat diegene naar jou heeft gegeven. Zeggen, ja. Blije energie, return happiness. Boze energie, ik ga nog bozer, je doet het nooit meer. Je moet mensen een keer eerst op zijn plek leren zetten. Als je niet van je afbijt, gaan ze het blijven doen. Want ze zien jou als een uitlaatklep om hun eigen onzekerheid te uiten. Snap je? Sommige mensen voelen zich beter door de ander te pesten, door de ander zwart te maken, door de ander verkeerd te behandelen. Omdat ze zelf niet beter hebben geleerd of ze kennen zelf niet beter. Maar echt, je moet geen energie blijven incasseren. Het is hetzelfde als je gewoon zo staat en iemand geeft je tien klappen. Dan ga je ja. blijven staan? Nee. Oké. Okay. Dus geef ook klappen met je mond. Laat ze zien... dat wat hun doen niet kunnen. Als je het terug doet... dan gaan ze lekker voelen... Hoe, ze zich, uh, hoe, hoe jij je voelt. En als je tien of zoveel keer moet doen... dat, dat betekent... die persoon moet je loslaten. Want ze zuigen aan jouw energie. Ja. Snap je wat ik bedoel? Mensen moeten niet aan je energie zuigen. Als jij één keer iets hebt gezegd... twee keer, drie keer kan nog... en diegene verandert niet... Dat betekent loslaten. Want je bent nog niet waar je wil zijn. Jij moet die energie gebruiken voor jezelf. Om te komen waar je wilt zijn. Mm -hmm. om, te, om te werken aan jezelf. Snap je? Dus het is, het is niet verstandig om mensen om je heen te laten zijn. Hoe pijn het ook doet. Hoeveel je ook vasthoudt, wat je ook met ze hebt meegemaakt. Als ze je al die jaren zo kwellen, dat betekent ze gaan het nog meer jaren doen. Mm -hmm. Snap je? Laat dat. Zo. Ik praat veel. Nee, ik luister graag naar je, dat weet je toch? Ja. Is er een situatie voorgevallen waardoor jij heel erg onzeker was geworden? Ja. ja. Um, ik was toen 15 of 16, eigenlijk. En het is misschien een beetje awkward, maar ik was zeg maar bezig met een jongen. En. Wacht, mag ik dat wel zeggen? Ik was maagd en zo. Mag ik dat wel zeggen? Je mag alles zeggen. Oké, okay, is misschien een beetje raar, maar dat is echt die situatie, hè? Ja. ja alles, okay. echt. Realness. Oké. Okay. Nou, ik was bezig met een jongen en ja, we waren samen een beetje in bed, een beetje kussen, bla bla. Ik was wel nog maagd en ja, het kwam er zeg maar. Hij wilde zeg maar seks, maar ik was er nog niet klaar voor. En toen het zeg maar klaar was, toen heeft hij iets tegen me gezegd. En het heeft me zo geraakt. Dus nu ben ik gewoon zo onzeker over me. Sorry. Moet ik... ik kan niet zeggen wat hij heeft gezegd, want ik wil dat niet zeggen. Oké, okay, dat maar... niet. Okay. Hij heeft gewoon iets gezegd. <laughs> ja, ik, was, ik lag zo met die... Ik lag met die jongen in bed. We waren een beetje aan het kussen aanraken. En hij wilde zeg maar seks met me. Maar ja, ik was er niet klaar voor. En weet je, na nou, lang doorgaan, ging hij zeg maar weg. En hij liep van de trap af en hij zei tegen me. Hij zei iets tegen me. En nu wanneer ik zeg maar met een jongen ben, denk ik daaraan. Ik denk gewoon van wauw, hij heeft dat tegen me gezegd. Dus het is echt waar. En ik kijk daar ook naar mezelf en ik denk van wacht nee. Hij heeft dat gezegd. Dus ik ben niet mooi. Mijn lichaam is niet mooi. Weet je. Sorry, heb ik het? Ik weet niet of ik het nu goed heb gedaan, maar dat ik moet eigenlijk zeggen wat hij heeft gezegd. Maar het was echt zo. Zeg het gewoon. Nee, mm -mm. het hoeft niet. Hij heeft gewoon iets gezegd. Hij ah, heeft iets gezegd wat, wat, wat jouw pijn deed. Ja. Dat je de dag van vandaag het nog steeds niet wil uitspreken. Klopt. En het raakt me gewoon nog steeds. Gewoon wanneer ik in de spiegel kijk, dan kijk ik van. Laat me even kijken naar mezelf. Ja, het, het is waar. Ik heb het eigenlijk nooit meer gehoord, maar. Dat heeft me gewoon echt zoveel pijn gedaan. Dat nu als ik naar mezelf kijk, dat ik denk. Mmm, nee, u, die zo. <laughs> Sorry dat ik lach, maar hoe je het doet. Kijk, weet je wat het is? Zeg maar, hij wilde dat met jou doen. Dat betekent dat hij aantrekkingskracht had. Mm -hmm. En op het moment dat jij hem niet gegeven hebt wat hij wilde, mm -hmm. kwam zij onzekerheid erbij kijken. En wilde hij jou onzeker maken. Maar het is hem echt gelukkig, want kijk maar tot de dag van vandaag. Bijna tien jaar later en ik denk er nog steeds aan. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Je moet nagaan. Hij wil iets van jou, jij wilt het niet. En opeens ben je dit en dat. Ja. Snap je? Dat moet je weten dat het al niet klopt. Want als dat echt zo was wat hij gezegd had... Zou hij dat niet eens met jou willen doen. Hij kon er gewoon niet tegen dat een vrouw op dat moment krachtiger dan hem is. Omdat hij het misschien altijd voor elkaar kreeg van... Mm Hé, -hmm. hey, ik wil dit met een meisje doen en ze doet het gelijk. En jij was gewoon van nee, ik ben er niet klaar voor. Snap je? Zeg ja. maar, mannen zijn gewoon zo, wat ik je zeg van. Of niet eens mannen. Er zijn gewoon zulke lelijke mensen. En dan hoor je, iemand lelijk ze heeft jou onzeker gemaakt. En jij bent een mooi mens van. Ja, maar je, je weet, je vindt iemand echt leuk. En dan denk je van, oké, okay, weet je wat, misschien wat ben zegt. ik er klaar voor. Maar dan denk je toch, nee, ik ben er niet klaar voor. En dan is het opeens bam, dat. Ja, zwakte. Zwakte. Dat is een soort zwakte wat je dan hebt voor een man. Zo zie ik het. En uh, meestal, wat we zeggen, mannen zijn sterk, mannen zijn krachtiger. Maar eigenlijk zijn wij veel sterker. Want wij krijgen alles op onze plaat of bord, hoe je het zegt. Ja. En wij moeten ermee dealen. Maar hun gaan gewoon lekker verder. Ze hebben geen spijt van wat ze gedaan hebben. Ze voelen zich helemaal goed erbij van wat ze gedaan hebben. En dat is lelijk. Zulke mensen zouden onzeker moeten zijn, vind ik. Ja, eigenlijk wel, hè, maar ja. Ik hoop dat ik er ook ooit overheen kom, weet je. Maar voor nu zit dat echt. Dat zit me gewoon echt nog steeds dwars. Ik denk, misschien moet ik gewoon naar hem toe gaan en hem vragen: van... Hé, hey, maar vond je dat echt? Van, hoe, hoe weet je dat eigenlijk? Want je hebt me eigenlijk niet eens gezien. Hoe kom je erbij dat je dat tegen me hebt gezegd? Je nee, weet je niet, antwoord al. Je weet niet wat het op dat moment ja, het op dat heb je niet me gezien. Mee... Dus wat is dat nou? Dat is niet waar, hij liegt. Snap je? Ja is niet waar. Als je me niet gezien hebt, hoe kan je dat weten? Dat is, ik kijk, of het kan dit zijn, niemand heeft je nog gezien, je was nog maag, maar stel je voor, er zijn, misschien vindt hij je leuk, hij zegt dat tegen een jongen die je leuk vindt, en dan gaat die jongen een leugen over jou vertellen, uit onzekerheid. Ja. En dan zegt hij wat hij gehoord heeft, maar niet gezien heeft. En mensen die niet voor zichzelf kunnen denken, dat zijn onzekere mensen. Dus... Jij hoeft hem helemaal niks te vragen. Wat jij moet proberen te doen. is elke dag tegen jezelf zeggen. dat je die situatie los moet laten. Want mm -hmm. jij kan niet. gebaseerd op een mening van iemand. die nog niet eens zeker weet of het zo is. want het is geen feit. onzeker worden. Want dat is gewoon. bullshit. Het is gewoon Larikoek. Weet je? Hij is gewoon helemaal gek in zijn hoofd. Ja. Dus. Maar je bent jong en. Ja, tuurlijk. Zeg maar. Je was toen jong. Nu ben je oud genoeg om zeg maar in te zien dat het gewoon niet klopte. Want je zegt het zelf. Je antwoorden heb je zelf. Maar omdat het tussen je oren zit. Die twijfels die je hebt. Laat je dan denken van is het misschien echt zo. Mm -hmm. Snap je Ja, ja, ja. Dus dat gewoon. En uh, ja. Zeg maar soms op Instagram. Vroeger als mensen zeg maar in mijn comments domme dingen zeiden. Ik werd ik helemaal onzeker, boos. Waar is het zo? Ik wou niet meer rappen. Ik wou Soms maakte ik mijn Instagram dicht. Weet je, omdat ze dan met z'n allen kwamen en alleen maar dingen zeiden. En ik niet wel dat mensen zagen wat ze zeiden. Maar nu, ik lach gewoon. En veel mensen zeggen van, verlaag je niet naar mensen hun niveau uh, om, om antwoord aan ze te gaan geven. Kijk, ja. ik ben wie ik ben. Ik mag wel artiest zijn, maar ik ben ook gewoon een normaal mens. Als we dood gaan, gaan we onder dezelfde vloer. Ja, zeker. Dus ik, ga gewoon, ik zeg mensen gewoon zoiets gemeens terug. Dat ze gewoon die comment zelf verwijderen. Ja, ja. Ze doen, ze doen het werk al voor mij. Want ik blok je, hè. Als je iets lelijk zegt. Ik ga niet jouw lelijke comment laten staan onder mijn positieve post. Snap je? Misschien dacht ik van... Oh, heel mooi. En dan moet ik steeds, als ik in die comments kijk... van Wie heeft gereageerd? Want dat doe ik dood. <laughs> Van, ja. Je weet toch, misschien wil je dat diegene voor wie je die foto hebt gepost gaat reageren. Ja, die ken ik, die ken ik. Dan ga je kijken en dan zie je steeds de, die lelijke comments Ik blok je gewoon. Is niet omdat het waar is wat je zegt, is gewoon omdat het bullshit is. En ik wil niet dat bullshit daar staat, want ik kan niet tegen onrecht. Snap je? Ja. Zo is het een beetje gewoon. Ik ga even kijken ondertussen of er vragen zijn ingestuurd. Weet je waar ik het nu ook wel merk? Ik zeg, ja, met vloggen zeg maar. Je post, een, weet je, je post een nieuwe, nieuwe video en weet je, er komen echt zoveel goede reacties binnen. En dat zijn er weer twee die zeggen van... Hé, hey, maar hoezo heb je dat gezegd? Hé, hey, maar hoezo heb je dat gedaan? Net als in één vlog ging ik zeg maar huilen. Omdat dat was gewoon, gewoon mijn gevoel op dat moment. En dat is ook echt wat ik geuit heb van... Ja, je moet niet huilen. Je kan niet huilen. Zeg, tuurlijk kan ik wel huilen. Dat is ook Jij voel. wilt niet huilen. Jij bent niet zo. En dat is het ook wat mensen onzeker kan maken van... Hun zijn niet zo dat ze gaan huilen. Hun zijn niet zo dat ze gevoelens uiten. Kijk, we hebben ouders die gewoon meteen zeggen wat ze denken. Ja. En hun ouders zijn misschien echt meer betrokken van. Hé, hey, um, wij gaan het tegen elkaar zeggen, maar niet tegen de kinderen. En we spreken het normaal aan. Maar wij komen al eenmaal van een plek dat onze moeder direct zegt: Van hé, hey, Samsa, yes. je weet toch? <laughs> dus mensen kunnen er niet van uitgaan dat we als hun moeten zijn. Wij komen van een andere plek. We zijn anders gevormd. We ja. hebben een andere opvoeding. En zo. Mensen hebben vragen ingestuurd. Zullen we die even doen? Ja, leuk. Oké. Okay. Um, Palestijnse vraag. Hoe ben jij zeker gebleven bij het materiaal dat je maakt en levert? Nou, ik ben altijd al zeker geweest over dat ik goed ben. En um, ik was nog niet altijd super sterk in het niet. Nee, ik was niet altijd super sterk in bijvoorbeeld wat iemand vindt, ook niet vinden. Als iemand het vond, dan ging ik ook erin mee van: oké, okay, het is zo. Maar ik weet gewoon van... als ik naar mezelf luister... en uh, ik gewoon hoor wat ik allemaal zeg... en mijn flowtjes hoor, mijn melodietjes hoor... dat ik echt denk van... hé, hey, je bent keihard, je weet toch? En zeg maar wat ik goed vind, hoeven anderen niet goed te vinden. Dus als iemand een mening heeft dat zij het niet goed vinden... dan blijf ik nog altijd bij mijn eigen standpunt. Want ik doe het omdat ik denk dat ik goed ben. Ik heb het ja. mijn vak gemaakt. Het was mijn hobby eerst. En nu is het mijn vak geworden... Nou, ik ben blij dat ik er met je over mee kan praten. En dat is met vloggen. Je filmt stukjes en je denkt: hé, hey, ja, leuk. En dan denk je toch van: hm, gaat die het leuk vinden? Maar dan denk je weer: hé, hey, wacht even. Ik vind dit wel echt leuk om naar te kijken. En dan doe je het toch. En dan al die positieve reacties: denk je weer: yes, you did it. Ja, ja zeker. En sowieso niet omlaag laten halen van die andere mensen die denken: hmm, wat is dit? Of hm, hoezo doe je dit? Of hm, hoezo zeg je dit? Weet je. Ja, zeker. Ik zeg dit omdat ik het wou zeggen. Ja. Dat is wie ik ben. Ik doe dit omdat ik ervoor voelde of omdat dat mijn gevoel op dat moment was. Ja, want veel mensen, zeg maar, hebben het niet door van... Als iemand echt is, dan uh, vinden ze het raar omdat ze, zeg maar, leven naar wat, uh, zeg maar, in leven... Zeg maar, Normaal is genormaliseerd is. Ja. Van, dit is hoe het hoort. Ja. Maar het hoort gewoon hoe jij vindt dat het hoort. Ja. Want anders ga je iemand anders zijn. Je gaat je anders voordoen als een andere persoon die jij helemaal niet bent. En ik ben natuurlijk blij dat ik ben hoe en wie ik ben. En daardoor sta ik nog steeds de dag van vandaag in mijn schoenen. Ik Bij ik beide... en oh my god. I like it. Oh, je bent echt gegroeid. Ja. Ja, leuk. Yes. Dat is echt leuk om te horen. Ja, nee, echt. Echt, man, echt. I love it. Blijf dit gewoon aanhouden. Ja. We gaan naar de volgende vraag. Palestijnse vraag ook. Ja, ik doe twee vragen van dezelfde persoon omdat ze goede vragen stelt. Hoe ben je, ondanks alle verwachtingen en eisen van anderen, bij jezelf gebleven? Nou, wat ik net zei, gewoon. Stay true to yourself. Ook al vinden we dat het op een andere manier hoort. Jij moet gewoon doen hoe jij vindt dat het hoort. Zolang het respectvol is. En dat je gewoon, je weet toch. Uh, probeert een rolmodel te zijn. En dat andere mensen die wel naar jou opkijken. daar iets uit kunnen halen. En de kracht wat mijn fans me geven. De mensen om me heen. Jij bent ook hartstikke lief voor me. Complimentjes die je me geeft. Ik heb niet heel veel mensen om me heen. Maar de mensen die ik om me heen heb. zeggen altijd positieve dingen tegen me. Zo. So. Hoe heb jij dat gedaan? Zeg maar, zeg maar kijk, je, met, je bent onzeker en als iemand iets vindt of denkt, dan denk je meestal dat het zo is. Of, ja, maar... maar nog steeds vlog je. Waar haal je die kracht vandaan om het nog steeds door te zetten? Wat, want eigenlijk is het een tweestrijd van, hé, hey, ze denken dat, maar ik ga het nog steeds doen. Waar haal jij die kracht vandaan? Ik haal die kracht dan toch echt weer uit. De mensen die naar me kijken en die vinden van, hé, hey, ga zo door. En dan denk ik van, oké, okay, ik doe het goed, ik ga door, ik ga door. En weet je, soms een reactie kan, weer denk, kan je weer laten denken van, oh, toch niet. Maar dan krijg je er toch weer veel meer positieve reacties bovenop. En dan denk je toch weer, nee, je toch weer van, nee, ik ga dit doen, ik doe het, ik blijf het doen. Maakt niet uit wat ze zeggen. En daardoor zeg ik nu, het vloggen maakt me ook wel echt sterker. Als, is, misschien is misschien raar wat ik zeg, maar het maakt me echt sterker. De mensen die blijven kijken, weet je, die geven mij kracht. Ja. Zo weer. Wat ik je ook wil meegeven, en ook gewoon voor de jonge girls, van... Mensen vinden je leuk, maar je moet ervoor zorgen dat je het ook wil blijven doen omdat jij jezelf leuk ja. vindt. Net als in een relatie, als die man wegvalt, dan denk je weer van... Oh, ik ben, ik ben iemand, ik ben gewoon zomaar... Want dat wat mij die kracht of die confidence gaf... Is weggevallen dus. Wat heb ik nu? Jij moet degene zijn waarop je terug kan vallen. Wou altijd op jezelf. Yes. Oké. Okay. Uh. Iemand vraagt: Mister, lage 4. Kan je ooit 100% zeker zijn van iets wat je zelf vindt? Natuurlijk. Je zegt het al. Jij vindt het zelf. En daarvan moet je zeker blijven. Niet als iemand... ...invloeden van buiten afkomen... ...en je daarvan af willen halen... ...moet je gelijk denken van... ...nee, ik laat het los. Hou het gewoon vast en ga door. Al val je, sta op. Want je bent pas gevallen... ...als je niet meer opstaat... ...en onder de grond ligt. Ja. Oké. Okay. streepje. Ik ben vroeger veel gepest en daardoor ben ik best onzeker. Hoe kan je je zekerder voelen? Kijk, het beste is, wat ik je zeg, gewoon aan jezelf te werken. Als je iets gelooft en ook inziet wat de ander van jou vindt, dan moet je gewoon zorgen dat je daaraan werkt. Zoek op hoe je dat zeg maar um, kan veranderen. Wat je kan doen om je beter te voelen. Welke middelen, misschien is die geloof. Psycholoog, sorry, therapeut. Misschien iemand dichtbij je met wie je kan praten, um, je gevoelens uiten. Houd, zorg ervoor dat je niet alles binnenhoudt. Ik ben een persoon, als er iets gebeurt, ik zeg het meteen. Want ik ga niet voor mensen die niet lief tegen mij zijn of die niet met mij menen, naar huis en me kut voelen. Ik geef meteen de energie terug wat jij mij geleverd hebt. En dat is ook in de positieve zin, niet alleen negatief. Maar omdat ja, onzekerheid is nou eenmaal niet iets positiefs waardoor we dan op zo'n manier praten. Volgende vraag. Wat was hetgene waar je vroeger onzeker over was? Nou, mijn voorhoofd. Ik heb best nou, wel een. Uh, ook. <laughs> ik heb best wel eentje. Je weet toch, jullie zien het niet, want ik plak die pruik erop. Maar um, vroeger had ik wel heel veel haar. Dus als ik nu naar foto's kijk, denk ik van het was niet zo erg. Ik heb nog steeds veel haar, maar vroeger was het meer. Maar um, omdat veel mensen dan wel tegen me zeiden. Je hebt een dikke voorhoofd, je hebt een dikke voorhoofd. Van alle kanten, ook familie, al bedoelden ze het als een grapje. Maar het was niet echt een grapje, maar ze bedoelden het gewoon niet negatief. Onze familie is gewoon streed en zegt ja, gewoon dat je ja, voorhoofd ja. gewoon dik is. <laughs> maar um, daardoor ben ik zeg maar echt uh, onzeker geworden van... Hé, hey, wacht even, mijn hoofd is echt groot. Op een gegeven moment begon ik manen tot hier te plakken op mijn hoofd. Ponies te knippen en... Uh, Weet ik veel wat, maar ja, aan het einde van de dag, ik weet ik ben mooi van binnen. Natuurlijk heb ik mijn mankementen, mm -hmm. maar dat is gewoon een reflectie van hoe ik behandeld word. En dan pas word ik lelijk. Oké. Okay? Gewoon, een stipje, Pamela. Heb je je soms eens niet lekker gevoeld in je lichaam vroeger? Zo so, ja, werd je daardoor gepest? Nee, ik werd niet gepest, maar, zeg maar nadat ik mijn dochter heb gekregen, was ik best wel misvormd geraakt. Waardoor ik um, een operatie heb laten doen, zeg maar, uh, lipo-BBL. En um, die operatie was ook best wel niet gelukt. Dus zelf nu denk ik, was ik maar bij mijn oude lichaam gebleven. Omdat ik best wel een beetje scheef ben nu. En ik durf ook niet meer zomaar naar de dokter te gaan om het te laten doen. Ik loop nu zeg maar al drie jaar zo rond. En ik ben vaak heel onzeker daarover, waardoor ik niet te strakke dingen wil dragen. En als ik het doe, dan draag ik um, eerst een correctiepak. Dus dat is niet eens vroeger, dat is gewoon nu recent, waardoor ik me niet lekker in mijn lichaam voel. En um, ja, ooit zal ik de dokter vinden die mij weer recht kan zetten. En dan zit ik gewoon nooit meer aan mijn lichaam. Dat heb ik dus ook met mijn buik. Nadat ik mijn zoontje heb gekregen, ben ik eigenlijk best wel dun, maar toch dik geworden. En mijn bui buik was echt van, weet je, oh, nee, zo dik ben je en zo. En oh, zo vies. En dan weet je, dan kijk je en dan denk je, ja, zo, je bent wel echt vies en dik. En daarom, ja, ik heb nu ook besloten dat ik een uh, operatie ga laten doen. Zodat ik toch misschien iets lekkerder in mijn vel ga zitten. Ik weet niet of het waar is, hoor, maar misschien wel. Um, op een manier wel, maar de echte onzekerheid wat binnenin je zit... Zal je dan... Kijk, ik weet het eigenlijk niet, want mijn operatie is niet correct gedaan. Dus ik kwam er gewoon scheef uit. Yeah. En ze zei, het gaat zakken, maar het is nooit gezakt. Mm -hmm. Dus ik voel me niet, zeg maar, oké. Okay, okay. Dus maar misschien als het goed was gedaan, had ik me best wel zekerder gevoeld. Mm -hmm. Maar dan voel je je alleen zekerder van hoe mensen je zien. Maar die andere onzekerheden, wat je nog binnen in je hebt, die blijven. Want daar kan je niet aan sleutelen. Dat moet je mentaal doen. Ja, klopt. Snap je? Ja. Ja. Ja, we hebben een vraag gekregen van Dion en hij vroeg van brengt het als ouder onzekerheid mee? Ja, gewoon ja. In het ouder zijn. Um, voor mij is het zeker wel, want uh, ja, je wilt perfect zijn voor je kind. Voor je kind. En um, zeg maar, omdat jij zeg maar, of ik, ik praat over mezelf, omdat ik zelf nog um, ja niet correct nog ben, niet 100 nog ben, ik ook nog Zeg maar, aan mezelf moet werken... ben ik bang dat ik dat aan haar overgeef. Ja, dat heb ik ook met mijn zoontje. Ja, en uh, zeg maar... gewoon dat ik niet faal. Dus als iets voor mij niet gaat... ben ik niet eens boos. Want dat is altijd al niet voor me gegaan... als hoe ik wilde. Al kwam ik er altijd wel uit. Maar dan denk ik van... hé, wacht even. Ik wil dat niet voor mijn dochter. Dus dan begin ik te trippen... en doe ik heel onaardig tegen mensen... die ervoor hebben gezorgd dat het niet gaat voor me... En natuurlijk um, zeggen ze van, ja, dat heb je zelf in de hand, maar soms niet. Als je bijvoorbeeld met mensen in C gaat die, zeg maar, um, fuck op met je omgaan, die dingen niet laten lukken zoals is afgesproken, dan denk ik gelijk aan mijn dochter. Van, hé, hey, wacht even, in mijn hoofd heb ik een hele andere levensstijl... Life and, Levens, my goddo. In mijn hoofd ja. heb ik een hele andere levensstijl um, bedacht van hoe ik het voor haar zou willen. Ja. Want totdat ze 18 is, moet ik voor haar Zorg denken. Voor en denken. Ja, en jij? Ja, ik heb het ook wel met mijn zoontje. Weet je, soms ik doe ik dingen op mijn eigen manier. Want ik ben dus zijn moeder. En dan krijg je wel eens opmerking van... Hé, hey, dat moet je niet zo doen. En dan is het van, hè? Huh? Dat moet ik niet zo doen? Ik ben toch wel echt zijn moeder. Maar dan ga je toch wel denken van... Oh, wacht even. Doe ik het dan toch niet goed? Moet ik het dan toch op die manier doen? Hoe hij of zij tegen mij heeft gezegd dat ik het moet doen. Maar dan ga ik toch weer denken van... Oké, okay, wacht. Zo is het niet voor mij gegaan. Dus ik denk toch echt wel dat ik het zo wil hebben. Maar stel je voor, je hebt een goede band met elkaar. En uh, iemand zegt iets tegen je, kan het. Maar als een random persoon het gewoon zegt... en op een bepaalde manier, denk je echt van, wie ben jij? De manier waarop is echt heel belangrijk. Want als je het gewoon op een normale manier tegen me zegt... dan denk ik van, oké, okay, weet je, dat kan ik meenemen. Net als hoe jij, ik heb ook echt van jou, op ge van jou geleerd van... weet je, schreeuw je kind niet. Waar mensen bij zijn, maar neem het gewoon mee naar huis en probeer het dan zeg maar te doen. En ja, het lukt natuurlijk niet altijd, want op dat moment denk je gewoon van hé, hey, wacht even. Dat ja, wordt... Soms is het gewoon even nodig, maar ze worden toch onzeker als je ze net als wij hielden er niet ja, aan om geschroten te worden. worden. En dan denk je ook wel weer hetzelfde bij je kind, maar soms denk je van oké, okay, dit moet echt nu. En ik heb zelf ook wel dat ik mijn fout heb bij mijn kind, van oké, okay, wacht, misschien kon ik het anders doen. En dan weet je, ga ik ook echt naar hem toe van: Oké, okay, sorry Jovi, mama kon het ook zo doen. Of weet je, want mijn kind begrijpt me gewoon. En dat weet ik. Je, mensen kunnen tegen me zeggen: Je kind en begrijpt je, begrijpt je niet. niet. Mijn kind begrijpt me wel. Ik weet ja, het, het verband. Dus, ik heb. Ja, ik weet het. Weet je, oké, okay, dat kon ik anders doen. Maar mama vond het niet leuk als je dat je dat deed. Weet je, volgende keer, weet je, dan is het ja, mama. Oké, okay, en dan is het weer goed. Ja. Maar kijk, ze kunnen misschien niet zo diep als ons begrijpen, maar jij kan bewust kiezen op welke manier je met je zoon of dochter, dochter communiceert. Praat. En uh, gewoon zo dat hun je begrijpen. Ja. Net als wanneer um, je in zijn ogen wil aankijken, ga je op je, je hurken. Ja, okay. ja. Omdat je wilt dat hij niet naar boven moet kijken en zich bang voelt. Je moet gewoon op één lijn zijn. Op lijn, één met hem zijn, ja of zo. Haar. En jij weet het, als jij Google tegen je kind wil zeggen, en hij weet wat Google betekent. Dan weten jullie dat. Ja. Jullie hoeven ook alleen maar naar elkaar te kijken. En jullie weten af, we moeten nu lachen. Ja. Dus dan weet je op welke level je je kind begrijpt. En buitenstanders denken aan hun relatie met hun Klopt. kind. En denken dat jouw kind als die van en hun die is. En die doet het weer zo. Ik doe het zo. Dus misschien moet zij... Nee, iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. En het is altijd leuk om gewoon feedback van buitenaf te uh, krijgen. Te krijgen maar vooral van mensen die het zeg maar al beter dan ons doen, Want ja. Als je het al niet is, hetzelfde als een chick die zeg maar de wenkbrauwen zijn niet goed en ze komen zeggen hoe ik mijn wenkbrauwen moet doen. Like, doe je eigen wenkbrauwen eerst even voordat je <laughs> mij zegt. en dat is ze alles zo, ja. snap je? dus ja, dus dat gewoon, ja. Nee, echt zeg ja. waar, ja. Heb je advies voor de meiden thuis? Heb ik advies voor de meiden thuis? En blijf, jongens, ja, natuurlijk blijf altijd jezelf. Echt altijd. Maakt niet uit wat er tegen je gezegd wordt. Jij bent leuk zoals je bent. Je bent mooi zoals je bent. Vita, hey. <laughs> je bent mooi zoals je bent. En niemand hoort jou onzeker te moeten... Uh, niemand hoort jou yeah. onzeker te moeten maken. Ja, ik snap, ik snap wat je bedoelt. Ja. Het ook wat je niemand doet. hoort jou onzeker te moeten maken. Jij weet gewoon van... Oké, okay, dit ben ik en zo wil ik het doen en... Wat ik nu ga doen, gaat mij brengen naar waar ik wil komen. Als jij de hele tijd naar andere mensen gaat luisteren, dan. Het kan dat je, weet je. Je bent boven. Iemand zegt je wat. Je gaat weer helemaal naar beneden. Maar als jij gewoon luistert naar wat je zelf wilt, je bent boven. Je gaat één stap naar beneden. En dan kom je er zelf wel. Niet iedereen's advies is altijd met je gemeend. En jij weet zelf. Jij weet wat jij wil. En jij weet wat jij ook. Ja, laat maar. Dat was het. Sorry mensen, ik. Nee, wow, wat? Hé, goed hoor. Ergens weet ik wat ik wil zeggen, maar je weet toch, het komt niet yeah. zo. Ik... Geef niet. Het is, ze snappen het, was mooi advies. Ik, ik blijf het zeggen, man. Echt nice, man. Ja. Veel mensen met een beetje kruis haar of haar wat niet stijl is, die zijn daar soms uh, wat meer onzeker over. Mm -hmm. En die gaan hun haar op een andere manier dragen. Je ziet nooit meer net als vroeger, van die zieke uh, afro's. Ja. Maar nu tijdens de coronacrisis worden steeds meer uh, producten voor natuurlijk kruishaar en andere soorten haar, worden er steeds meer voor verkocht. Wat mm -hmm. vinden jullie van die ontwikkeling? Want het is ook een soort van vorm van onzekerheid. Ja, zeker. Zeg maar, veel, veel dames, ten eerste, shout-out naar allemaal black queens, Absolutely. veel dames dragen, zeg maar, de pruik voor bescherming van hun haar, omdat... Uh, Anders gaan we, als we het stijl willen, gaan we het blijven stijlen, damagen, relaxen. Maar wat je zegt, er zijn ook veel onzekerheden daarover. En ik denk dat in deze coronatijd dat we zeg maar dichter bij onszelf kunnen komen. Kunnen groeien, nadenken, ja. kunnen inzien dat het gewoon mooi is als je het gewoon verzorgt. Ze hebben nu tijd, want veel veel, 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 veel... Ze hebben nu tijd, want heel vaak moeten we harder werken omdat we minder kansen krijgen. Dat is ook nog een stukje. En um, dan heb je ook geen tijd om je echt... Het neemt echt veel tijd, want het is echt sterk dik haar. Like, mensen wensen dat ze zetten matten tussen hun haren om volle haar te krijgen. Je weet toch wat ja, ik bedoel? Ja, ja, ja. En um, ik denk dat ze nu echt inzien van hey, wacht even als ik mijn haar verzorg en dingen uitprobeer. Je weet toch, het, het is wel een kutperiode, maar veel mensen groeien terug toe naar normaal. Back to normal, like de wereld is niet, het is niet beloofd. En zeg maar, je kan mensen blijven. Je weet toch, um, hoe zeg je het, impress in het Nederlands? Uh, indruk indruk Ind willen ja. maken op mensen. Je kan indruk willen maken op mensen, maar aan het einde van de dag heb je alleen jezelf. Bij die corona ben je meer alleen, meer met je familie. Je hebt geen invloeden van buitenaf met ja. mensen, met hun meningen en al dat soort dingen. Of dus ik denk dat ze gewoon nu echt je weet toch, dicht naar de zaal groeien en gewoon denken van, hé, hey, wacht even, ik ben gewoon lid. En de laatste tijden, alles wat black people doen, we hebben de meeste businessen die echt lopen deze ja, dagen. Ja, ja. En alles wat black people doen is gewoon aan. En ze beginnen gewoon meer zelfvertrouwen te krijgen. Want wat ik je zeg, dat stukje van vroeger, vroeger werden ze voor alles uitgemaakt, ze werden geslagen, ze waren niet goed genoeg uh, afgeslagen voor hun families en weet ik veel wat. In de opvoeding, jij bent. Je kind wordt een reflectie van jou. En dat geef je weer door. En weer door. En weer door. Ja. Nu leven we in een maatschappij waar vrijheid van meningsuiting is. Waar je voor jezelf op kan komen. En dat je toch weer ook meekrijgt van buitenaf. Zeg maar, vroeger waren we echt zeg maar, alleen. Onze ouders. Hè? Ze waren alleen, echt familie, kinderen. Je had niemand anders. Je kende wel mensen in de buurt. Maar dat was het. Dus. Je had niet uh, dingen van buitenaf die jou kunnen laten zien dat het ook anders kan. Maar op een manier zien we echt in dat het anders kan. En groeien we als personen. En daardoor komt de zekerheid toch wel weer terug. Omdat eigenlijk wil je niet zo doen, maar je moet zo doen. Omdat je anders bepaalde dingen over je heen krijgt of mensen over je heen gaan willen lopen. Omdat je een kleurtje hebt en alles. Hoe denk jij daarover? Je had het niet beter kunnen verwoorden. Ik heb ja, veel kijk, gesproken. Dat, ik heb het gedaan, hè, want ik wist niet wat ik moest zeggen. Mama. Ja. Nou, dames en heren. We hebben heel lang gesproken over onzekerheid. En uh, ik hoop dat jullie uh, hieruit iets kunnen halen. Wat uh, positieve adviezen op kunnen nemen. En er werk van kunnen maken. Jullie kunnen altijd vragen opsturen. Ook al... Is het een ander onderwerp? Ik zal het tussendoor of los hiervan gewoon voor jullie kunnen beantwoorden in een korte QA. Ik wil jullie heel heel erg bedanken voor het kijken. En Eurydice, ik wil jou bedanken dat je langs bent gekomen en dat je je zo open hebt gesteld. Ik ben super trots op je. En uh, ja, ik wil het team ook heel erg bedanken. Want uh, het is onze eerste keer dat we opnemen en het is hartstikke goed gegaan. Hele goede adviezen van Dion gekregen. En uh, ik wil je vragen of ik jou een paar korte vragen mag stellen. Ja? Oké. Okay. Goed Als ja. eerste wil ik je bedanken dat je mm -hmm. um, gewoon met je team hier bent gekomen om uh, dit met mij te doen. Nou is het ook zo dat je zelf ook muziek maakt. Zeker, zeker. En uh, wat voor soort muziek maak je? Echt van allerlei soorten dingen. Ja? Yeah. Uh, soms switch ik gewoon van iets anders. Maar ik doe het ook met een vriend samen, Demi en Dimma. Mm -hmm. En zo naar jou. En zo naar Dima. Ja. Ja, uh, het zijn eigenlijk verschillende soorten genres eigenlijk. Dan doe ik weer salsa drill of zo. Dan doe ik uh, Mr. Polska type beat of zo. Altijd club shit. Liefst club. Liefst, ja. Dat vind ik gewoon leuk. Dat, dat betekent ja. dat je met iets, iets geks gaat komen. Want je doet het al zo lang. Ja, dat, dat betekent sowieso. dat je echt groeit in je vak. Mm -hmm. um, je hebt uh, een goed team. Heel zakelijk is hij ook. Uh, hij kan Enzo. het. Nee, hij doet professioneel mm -hmm. echt waar. Um, ja, ik wil je gewoon uh, sowieso succes wensen in alles mm -hmm. wat je doet. En uh, je mag uh, even vertellen over jezelf, uh, mm -hmm. gewoon promotie doen voor jezelf. Ja. Uh, wat je wilt, wat, zeg maar iets tegen de kijkers, wat je wilt zeggen. Oh ja, volg me, vol, volg me tunes op Spotify, GK, ja, dat vind je wel. <laughs> Oké, okay, nice. Ah, okay. Sterk, ja, sterk. Ja, sterk. <laughs> sowieso. Oké. Okay. Ja, ik ga even nog met haar afsluiten. <laughs> Een Ja. Even snel nog een Ik wil je erg, 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 erg bedanken dat je met mij mijn eerste, allereerste podcast hebt opgenomen. We hebben het gedoopt. It's our first baby. En uh, ja, ik vind het echt krachtig van je hoe je hier zat en de dingen die je zei. En dat, ik vind je ook dapper dat je gewoon uh, over het ding hebt gesproken wat jou onzeker heeft gemaakt, um, iets wat je normaal niet zou doen. En uh, ja. Ik vond het gewoon heel leuk met je. Sowieso, de vibe tussen ons is altijd top. Dus ik heb er bewust niet voor gekozen om iemand uh, zeg maar uit te nodigen. die zeg maar, al super uh, bekend is of wat dan ook. Ik wist dat het met ons wel gewoon een leuk en uh, open gesprek kon worden. Ja, zo, en daarvoor wil ik je bedanken. Bedankt. En ik wil je bedanken dat je me hebt uitgenodigd. Je weet sowieso, toen je het zei, ik ging meteen huilen. Jij ja, bent nee, echt bedankt. Je weet, ik waardeer het echt enorm. En ja, weet, ik hou van jou. Ik ook van jou. Ja. Dit was de... Nee, wat is met die vinger? <laughs> <laughs> Dit was de Realness Podcast aflevering 1. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En stay tuned voor aflevering 2. Tot ziens. Stay real.